Aan de noordoostelijke rand van Arnhem is een nieuw sportterrein gereed gekomen. Een gemeentelijk terrein dat het domein zal zijn van de Arnhemse voetbalclub Vitesse. Het stadion, want dat is het toch eigenlijk wel, biedt plaats aan 17.000 toeschouwers. Er is een fraai clubhuis verrezen waarin zich onder andere een modern ingerichte kantine bevindt. Er zijn 8 kleedkamers en natuurlijk douches en wat er allemaal zo bij hoort. Dit mooie complex werd aan Vitesse overgedragen. De oud-spelers van de club, onder wie erevoorzitter Herberts en de beroemde doelman Goebel, defileerden voor de autoriteiten, gevolgd door de in tenue gestoken seniorenelftallen. Burgemeester Matser verrichtte de aftrap voor de vriendschappelijke openingswedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord, die de Arnhemse club met 2-1 wist te winnen. Nederland heeft gebrek aan goede sportterreinen. Daarom geeft de ingebruikneming van elk nieuw veld, en zeker die van dit prachtige stadion, reden tot verheugenis.